Ik ga de strijd aan tegen kanker. Ik doe mee aan de Alpe d'Huez. Wil jij mij steunen in de strijd tegen kanker? Ga dan naar opgeven is geen optie en doe een donatie. Ik ben Martin van Meuk. Steun de strijd tegen kanker door deel te nemen aan de Alpe d'Huez. Anderen voor mijn maatje Tap, 50 jaar uit de missie overleden. En daar zijn ze, 35 kilometer getraind. Voor de Rotterdam Marathon? Nou, eigenlijk voor Alpe d'Huez, begin juni. Maar de marathon pakken ze zondag even mee, als training. Vader en dochter Vermeulen uit Schiedam. Bloed, zweet en tranen met een missie. Wat een bikkels. Ja, wat zijn wij eigenlijk wel. Eigenlijk hebben we gelijk, ja. Het is echt, het was een klerend. Zware training. Oh, 35 kilometer, helemaal kapot. We moesten de laatste kilometer nog een viaduct op. En ik ben daar gestopt en ben daar gaan wandelen. En de dame die mee fietste zei van, let op, je weet wat er op je rug staat. En daar staat opgeven is geen optie. En toen ben ik weer gaan lopen. Ik had toch zoiets van, ja, het was goed dat ze dat zei. Toen, dan zet je er toch overheen. Mijn broer, 2009 is hij overleden aan slokdarmkanker. Mijn moeder anderhalf jaar later aan longkanker. Mijn beste maatje, hij staat op een shut, Tap, 50 jaar, darmkanker. En ja, de moeder van de vriend waar we ook mee naar boven gaan, Erik van Kruchten. Die is in oktober overleden aan alvleesklierkanker. Je hebt nu 35 kilometer getraind. Denk je dan daar ook aan? Geeft dat rugwind? Op sommige momenten wel. Als ik het moeilijk heb en het liefst zou stoppen met de training, dan denk ik wel na aan waarvoor ik het doe. Ja, dat helpt dan wel. Wij geven niet op.